Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia. Een radio met goed nieuws, nieuws met een eeuwigheidswaarde. Ik ga deze keer spreken met de titel, over de titel Op de Wallen van de Jordaan. En dat bedoel ik natuurlijk niet in Amsterdam. Die wallen bedoel ik dus niet. Maar de wallen van Jozua. Laten we eens kijken in het woord van God hoe ons geloof getoetst wordt. En dat God ons met geloof tot op de rand van de afgrond zal laten gaan voordat hij ingrijpt. De vraag is, met wat voor een doel? De Heere God wil, zodat wij het geheim verstaan van wat het is om te geloven in een levende God. Om te geloven in een opgestane Heer Jezus, die in de kilte van de dood is ingegaan, wetende dat hij op de derde dag zal opstaan. Als Jezus daar niet is uit opgestaan, dan was er voor ons en voor de wereld geen hoop. En de Heer Jezus heeft het offer gebracht in geloof op dezelfde wijze als dat mensen moeten geloven. Jezus deed het voor en omdat hij een volkomen mens was. Hij heeft door zijn geloof de dood overwonnen. Hij heeft zijn triomf en zijn overwinning in het dodenrijk kunnen tonen. Laten wij, hoe onze voorvaderen in geloof moesten handelen. En daarvoor lezen wij uit het boek Jozua het volgende. Een lang stuk, daarom lees graag mee om de climax van dit tekstgedeelte te doorgronden. Jozua 3, 5 tot 17. En Jozua zeide tot het volk, heilig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen doen. Tot de priesters zei Jozua, neem de ark des verbonds op en trek over voor het volk uit. Toen namen zij de ark des verbonds op en gingen voor het volk uit. En de Heere zei tot Jozua, op deze dag zal ik beginnen u groot te maken in de ogen van geheel Israël, omdat zij weten dat ik met u zal zijn zoals ik met Mozes geweest ben. Beveel dan de priesters die de ark des verbonds dragen, zodra gij gekomen zijt aan de oever van het water van de Jordaan, zult gij in de Jordaan blijven staan. Toen zei de Jozua tot de Israëlieten, kom naderbij en hoort de woorden van de Heere uw God. En voort zei de Jozua, hieraan zult gij weten dat de levende God in uw midden is, en dat hij zeker de Kanaïten, de Hethieten, de Siewieten, de Perizzieten, de Gerizzieten, de Amorieten en de Jebusieten voor u zal uitdrijven en verdrijven. Ziet, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde trekt voor u uit over de Jordaan. Welnu, neem de 12 mannen uit de stammen van Israël, elk uit de stam een man. Zodra dan de voetzolen der priesters die de ark van de Heere des Heeren de ganse aarde dragen in het water van de Jordaan rusten, zal het water van de Jordaan afgesneden worden. Het water dat van boven afkomt zal als een dam blijven staan. Wat een wonder. Het geschiedde toen het volk uit zijn tenten optrok om van de Jordaan over te trekken. De priesters die de ark van het verbond droegen, bevonden zich aan de spits en het volk dat zodra de dragers van de ark aankwamen bij de Jordaan en de voeten der priesters die de ark droegen aan de oever in het water gedompeld waren. De Jordaan was nu geheel buiten zijn oevers getreden gedurende een ganse oogsttijd. Het water dat van bovenaf kwam bleef staan en rees op als een dam zeer ver weg bij Adam, de stad die bezijde Saratan ligt, terwijl het water dat afvloeide naar de zee der vlakten, de Zoutzee, volkomen werd afgesneden. Dat is eenzelfde wonder, lieve mensen, als door God de zee van Egypte, de Rode Zee of de Schelfzee, liep openstaan omdat Mozes zijn staf moest uitsteken. En het volk droogvoets naar de andere kant komt. Tegenover Jericho, doch de priesters die de ark van het verbond des Heeren droegen, bleven onbeweeglijk staan op het droge midden in de Jordaan, terwijl geheel Israël op het droge overtrok, zodat het ganse volk de overtocht over de Jordaan voleindigd had. Je moet dat als een prentje in je hoofd zien. Een kolonne
Israëlieten komen bij een rivier. Daar moeten ze overheen, met de ark op hun schouders gedragen door mannen. Maar er was geen brug. Dus God moest een wonder doen. En dat wordt hier beschreven. Wij moeten ook leren om de Bijbel met onze verbeelding te lezen, zodat het gelezen gedeelte als een toneelstuk, als het ware in de geest aanschouwen. Zoals we dat ook hebben bij het lezen van een spannend boek. Een boek kan men niet lezen zonder verbeelding. In ons gelezen gedeelte zien we dat het zich afspeelt in de oogsttijd en ook in de regentijd. De Jordaan was geheel met water gevuld van wal tot wal en vloeide een sterke stroom. Het water bruisde en spatte alle kanten op weg naar de Zuidzee. En de priesters gingen met de verbondsark vooraf. Want de Heere had gezegd, zodra dan de voetzolen der priesters die de ark van de Heere, ganse aarde dragen in het water van de Jordaan rusten, zal het water van de Jordaan afgesneden worden. Het water dat van boven afkomt, zal als een dam blijven staan. Het geschiedde nu toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken. De priesters die de ark van het verbond droegen, bevonden zich aan de spits van het volk, dat zodra de dragers van de ark aankwamen bij de Jordaan en de voeten der priesters die de ark droegen aan de oever in het water gedompeld waren. De Jordaan was nu geheel buiten zijn oevers getreden gedurende de ganse oogsttijd. Het water dat van boven afkwam bleef staan en rees op als een dam. Zeer ver weg bij Adam, de stad die bezijde Saratan ligt. Terwijl het water dat afvloeide naar de zee, de vlakte, de Zuidzee, volkomen werd afgesneden. Toen kwam het volk over tegenover Jericho. Doch de priesters die de ark van het verbond des Heren droegen, bleven onbeweeglijk staan op het droge midden in de Jordaan, terwijl geheel Israël het droge optrok, totdat het ganse volk de overtocht over de Jordaan voleindigd had. Men moet weten dat er ongeveer 3 miljoen Israëlieten waren die de Jordaan moesten te voet oversteken. En dat zijn de dieren niet eens meegerekend. God heeft hier een geweldige wonder verricht. Hij toonde zijn almacht en ook de keuze van de juiste leider Jozua om Israël verder te leiden na de dood van Mozes. Er waren machtige vijanden en volkeren voor hen, vele malen groter dan Israël. Zij waren getrainde vechters. God moest Israël beschermen, anders zouden zij volledig worden verslagen en uitgeroeid worden. God heeft een machtig verlossingsplan, niet alleen met Israël, maar met de gehele bewoonde aarde. Want de aarde moet weer hersteld worden en aan God worden teruggegeven. Maar dat ongeschonden, zoals deze was voor de zondeval. Dit is een geweldige taak, zoals het voor elke gelovige moet zijn. Men voelt zich zo dikwijls onbekwaam voor zulk een grote taak. Dit geldt ook voor het dagelijks bestaan. Voor elke uitdaging in het leven is een geloofvisie nodig. Men moet worden toegerust, want als men niet leert dat men niet zonder de Vader en de leiding van de Heilige Geest men niets kan doen. Bedenk steeds dat God de Vader vraagt om het hart van elk van zijn kinderen om hem te leiden door de gevaren van het leven. Want God wil onszelf hebben, niet onze aardse bezittingen of onze geleerdheid, onze slimme uitvindingen en noem verder maar op de mens die zo ijdel mee kan pronken. Nee, wil alleen ons hart, onze persoonlijkheid in liefde bezitten. Want men vergeet zo gemakkelijk dat hij de almachtige God is die alles bezit. Zelfs wat de mens niet kan begrijpen of beseffen. Hij bezit alle goud en zilver op de aarde. Hij heeft het immers geschapen. Maar de mens heeft hij geschapen met een eigen wil. En deze wil
moet hem vrijwillig gegeven worden. God zoekt in de mens een absoluut vertrouwen en geloof in hem. Daarom toetst hij ons op verschillende manieren. Omdat wij de waarheid van Gods woord dikwijls niet kennen en dat wij ook niet op de juiste plaats zijn waar we moeten zijn, zodat wij dat later in deze overdenking zullen zien. Zoals bij de inname van Jericho, waar niemand verkeerde goederen in zijn tent verstopt heeft en het volk moest optrekken, verloren zij deze slag. Nee, ik moet het goed zeggen. Zoals bij de inname van Jericho, waar iemand verkeerde goederen in zijn tent verstopt heeft en het volk moest optrekken, verloren zij deze slag. Eén persoon verborg dingen in zijn tent. En Jozua was diep bedroefd en moedeloos. Hij wierp zich voor de Heere neer, zeide: en Jozua, en waarom Jozua roep je naar mij? Er is zonde in het kamp. Dus God spreekt met Mozes en hij zegt: er zijn zonden in het kamp. Zonde is ongehoorzaamheid. Zonde is ook ongeloof. God wil hebben dat wij hem volkomen vertrouwen. Daarom toetst hij ons, ja, soms tot het uiterste toe. Lieve mensen, de meeste mensen weten het. Ik ervaar dat elke dag in mijn ziekte. Je moet tot het uiterste gaan. Laten we een paar geloofsdaden nader bekijken. 1. Neem de priesters die vooruitliepen voor de ark. Met achter hem kwamen 3 miljoen mensen. God had gezegd, als de voeten van de priesters het water raakt, dan zal het water zich splitsen en het water zal ophouden om te stromen. En er zal een pad zijn om over te steken. Moet je voorstellen, je krijgt echt een pad. Maar als wij een sloot droog leggen, dan legt er modder in waar je nog in weg kan wegzakken. Nee, droog, dat betekent dat het echt een droge pad was door die Jordaan. Let op, deze priesters waren toegewijd aan God. Als bijvoorbeeld als zij getwijfeld hadden aan Gods opdracht, dan hadden er grote ongelukken plaatsgevonden. Want de massa achter hen wist niet wat er vooraan gebeurde. Ik moet je voorstellen, als je bij die grote dansfeesten en de paniek uit, dan vertrappen mensen elkaar. Moet je je gedachten houden. En bij enige twijfel bij de priesters was er paniek uitgebroken, want zij moesten een kokende rivier oversteken. De Jordaan was niet een kabbelend riviertje, maar een kokende rivier. En een massa in paniek leidt tot de dood van zeer velen. Dat heb ik al aangeraakt om nog even daarbij stil te staan. Daar zijn in onze tijd veel voorbeelden van gezien. Bij voetbalrellen in stadions. Waar de ene mens de andere gewoon doodtrapt om zichzelf te redden. Nee, de priesters moesten God geloven tot op het einde van hun opdracht, zonder enige twijfel. Nee, de oversteek van Israël door de Jordaan was een spectaculairder, wat een moeilijke woorden al, dan dat men zich kan voorstellen. Gods naam stond op het spel en als het verkeerd gegaan was, had het volk geen moed of vertrouwen gehad om door te gaan. Al deze opgeschreven geschiedenis is een godspatroon om zijn plan te volvoeren. Daarom schrijft Paulus aan de Israëlieten die te Rome waren onder zware druk stonden het volgende. Romeinen 15 vers 4. Al wat namelijk tevoren geschreven is, dus in het Oude Testament, werd tot ons onderricht geschreven. Opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. Ik geloof elke dag nog dat God me gaat genezen. Dag na dag hou ik dat vast. Het woord van God moet voor ons een levende werkelijkheid zijn van dag tot dag. Want God is nog steeds dezelfde. Daarom is Israël niet verteerd. 2. Neem nou het offer van Abraham aan God. Hij moest zijn zoon Isaac offeren. Een overbekend verhaal, maar kennen wij werkelijk de inhoud? Weten wij hoe Abrahams gemoed was op dat ogenblik? Jezus waarschuwt ons dat wij de schrift niet kennen en ook niet de kracht van God.
Ook dat ervaar ik elke dag aan de lijf. Wij moeten leren God onvoorwaardelijk te vertrouwen. En lieve mensen, dat is echt, echt, echt niet makkelijk. Goed, we lezen dat in Genesis 22, vers 1 tot 3. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei het hem, Abraham, en hij zei, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn dienstknechten met zich mee, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloof de hout voor de brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. In dit verhaal ligt God eeuwigdurige integriteit opgesloten. Abraham had 25 jaar op deze zoon gewacht. En in deze ligt het eeuwige raadsplan van God vast. Want door Isaac zal zijn naam genoemd worden. Vanuit Isaac zal een groot volk geboren worden. Nou. En als er iets verkeerd zou gaan met deze zoon, dan liggen al Gods beloften in duigen. Jezus heeft zelfs gezegd dat Abraham zijn dag zal zien. Maar Abraham legt zijn zoon op het altaar en hij neemt zijn mes om zijn kind te doden. Zo vastberaden was Abraham dat als God niet had ingegrepen, hij zeker Isaac had gedood en geofferd. Maar later kon de schrijver van de Hebreeënbrief het volgende aan ons meedelen omtrent Abrahams geloof. Dat lezen we in Hebreeën 11, vers 17 tot 19. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht en hij die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, hij tot wie gezegd was door Isaac, zal me van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen dat bij God de macht was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem op bij wijze van spreken teruggekregen. En de apostel Paulus leert ons het volgende omtrent het geloof, dat deze kostbaarder moet zijn dan goud. Als we in de huidige tijd vragen, wat wil je liever, goud of geloof, kiezen mensen allemaal voor goud. Petrus, je zegt dan, ik had het over Paulus, maar het gaat over de apostel Petrus. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 7. Hij zegt, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Er komt een dag dat ons geloof openbaar wordt. Die echtheid van ons geloof. We moeten niet klagen als ons geloof op de proef wordt gesteld. Daarvoor is het zo moeilijk. Het komt niet vanzelf aanwaaien. Daar is een training voor nodig. Afzien. Zoals mensen die de vierdaagse lopen in Eindhoven, die 200 kilometer willen lopen. Ze beginnen allemaal fit en vrolijk eraan. Maar ik heb het zelf gedaan en ik weet hoe moeilijk het is om de eindstreep te halen. Echt waar. Neem bijvoorbeeld het verhaal toen Israël uit Egypte was verlost op een machtige wijze. Maar toen zij bij de Rode Zee zijn aangekomen en bij wijze van spreken met hun voeten al in het water stonden, hadden zij geen geloof in de behouden doortocht. Integendeel, men begon tegen Mozes te murmureren. Dat is het eerste wat wij doen. Wij gaan tegen God murmureren als we bidden en we worden schijnbaar niet verhoord. En God geeft Mozes de opdracht, strek je hand uit over de zee. En God kloofde de zee. Dus Mozes moest zijn staf in geloof rechtuit steken boven die zee. Moet je voorstellen, daar sta je als man met 3 miljoen mensen achter je. En erachter komen die hordes van die farao, die legers. Dat gedreun van die paarden en die wagens, die hoor je. En jij staat daar. En daar sta je en dan denk je, hoe moet ik nou die zee kloven? Hoe moeten we er nou over? Maar door die gebaar van die staf, dat deed Mozes in het geloof. En toen spleet het water. Ik wou dat ik erbij geweest was. Wonderlijk. Wat een machtige indruk moet dat niet geweest zijn
voor die volken rond deze plaats. Zo moet het ook voor ons gelden. Laten wij je geloof leiden van dag tot dag. Zo'n geloof als Mozes. Neem bijvoorbeeld Elia als voorbeeld. Hoe hij de valse priesters uitdaagde en het volk voorhield zich op twee gedachten te balanceren. Om niet op twee gedachten te balanceren. Ja, nee, doet God het, doet God het niet. Jezus waarschuwt de gemeenten van Laodicea om hun ware geloof tentoon te stellen, niet te hinken op twee gedachten. En dat is de mens zo ontzettend eigen, op eigen gedachten. Ja, ik denk, ik voel. Nee, lieve mensen, ik geloof God op zijn woord. Ik geloof God op zijn woord. De rest is onbelangrijk. Men vergeet dat de tijd van beproeving je beste tijd is die men kan meemaken. En dit moet men niet door de handen laten glijden, maar vestig je geloof, hoop op een levende Heer en een opgestane Heer, die nooit zal veranderen en het werk van zijn handen niet teniet laat gaan. Hij zal zorgen dat mijn voeten aan de andere kant van onze Jordaan zou komen, op droge grond. Ik zal naar voren gaan, ook als grote wateren voor mij liggen, als een machtige, briesende farao achter mij of bergen rondom mij. Ik zal op mijn God vertrouwen en zo zal ik overwinnen en sterker uit de strijd komen dan dat ik erin. Nu, bijna een jaar geleden, lag ik in het ziekenhuis en ik moest gedotterd worden. En ik leg daar op die tafel en zo'n vrouwelijke cardioloog, die is dus bezig om het te katalyseren. En het duurde heel erg lang. Het was heel erg spannend, want ik had al heel lang pijn, last van mijn borst. En ik weet wat dat is, want ik had al een hartoperatie gehad, voor een dubbele bypass. En ik was al meer een keer gedotterd. En nu weer, ondanks dat ik dialysepatiënt ben. Ik lag daar en het was heel, heel, heel spannend. En ik had het vertrouwen dat ik dan ook gelijk gedotterd zou kunnen worden. Ik had me geestelijk op voorbereid. En dan komt die vrouwelijke dokter naar me toe. Ze zegt, meneer Verloon, ik ga niet verder. Ik kan niks meer voor u doen. En u kunt ook niet geopereerd worden. Zo dicht was ik. Want mijn hele borst, die was al door die operatie heel al verkleefd. Ze ging het uitleggen, maar ik begreep dat is allemaal niet. En toen zei ze, ik zal het met een team bespreken. Nou, toen werd ik afgevoerd weer terug naar mijn kamer. Het was echt, ik zou je vertellen, ik zou het de mensen niet gunnen. Want je hoort dan je doodvonnis. En dan denk je, hoe zal ik later sterven? Wat zou er eigenlijk met mij gebeuren? Dat is heel spannend. Ik ben ook maar een mens. Maar ik heb een geloof niet verloochend. Ik heb gekeken in Johannes, daar zegt de Heer Jezus, ik ben die wijnstok en jij bent de rank. En mijn wil is dat jij veel vrucht draagt. En als ik nou in jou blijf en jij in mij, vraag wat je wil en je zal het krijgen. Daar heb ik op gepleit, een paar dagen lang, want ze kwamen niet gelijk, die 10 doktoren. En op een dag staan er een paar doktoren. En iemand die zei, meneer Verloon, het is een heel hoog risicogeval. U bent voor 90% dichtgeslipt. En op een hele moeilijke plaats achter uw hart. Ik zal het proberen, maar als het nou niet lukt, dan kan ik niks voor u doen en dan stop ik ermee. Nou, daar lig je dan als patiënt. Met die mededeling. Nou, een paar dagen later ga ik weer naar die operatietafel. Staan ze al die dokters om je bed en al die dingen. En ze zijn wel 5 kwartier bezig geweest. En ik heb 5 kwartier kunnen bidden, want je bent helemaal bij je positief als ze dat soort dingen doen. En ik heb vast vertrouwen gehad dat het goed zou komen. Maar mijn verstand en mijn mens zijn was angstig. Maar mijn geloof zei dat ik er doorheen zou komen. En zie het resultaat, ik zit nu voor een camera om een boodschap te geven op de wallen van de Jordaan, om te laten zien hoe een mens in een hele benarde situatie kan komen. En hoe God uit redding geeft.
Dit is geen verhaaltje. Dit is realiteit. En daarvoor ben ik heel dankbaar dat je daarvan kan getuigen. Het is niet fijn als je dat moet doormaken. Het is niet fijn als je beproefd wordt. God beproeft ons geloof. En weet je wat nou zo mooi is? Dat je dan langzaam leert. Het is nou een jaar verder. En ik maak meer opnames. Ik ben weer bezig. Mijn geestelijke leven groeit steeds weer bij de dag. De strijd is ook hevig. Want die Elise-patiënt zei, is heel zwaar. Dat kan je ook niet uitleggen aan mensen. En daarom leef ik zo mee met mijn dialysepatiënten. Maar niet alleen dialysepatiënten, maar alle mensen met andere hele gevaarlijke ziektes. Ik kom heel veel in ziekenhuizen. En dan denk ik elke dag, Heer Jezus, keer terug. Red uw volk uit uw afgrond waar we voor staan. Want de wereld is bar, bar, bar slecht. Je kan niemand meer vertrouwen vandaag aan de dag. Het geldwezen is zo ontzettend verrot. Er is zoveel kwaad in de wereld, zoveel oorlogen. Mensen kunnen je zo bedriegen. Politieke partijen, ministers, minister-president, onze koning. Al die mensen waar ik vroeger tegenop zag. En je kijkt achter de schermen, dat heb ik gedaan. Ik heb 7 jaar aan het Hof gewerkt. Ik heb achter die schermen gekeken. Ik heb nog weer andere rijke mensen gewerkt. En ik weet hoe ze denken en hoe ze handelen. Je moet maar eens op het internet waar ze gaan zoeken. Hoe wij door mensen, banken, belazerd worden, bedonderd worden. En u hebt het niet door. Want u wil namelijk niet het woord van God geloven. Het Nederlandse volk heeft afscheid genomen van God. En hebben veel andere goden in uw leven toegelaten. En die zijn niet bij machte om u te redden. Wel om te vernietigen. Want Peter zegt dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw. Dat is niet zomaar een sprookje dat hij even vertelt. Maar het is werkelijk zo. Dagelijks sterven mensen onder grote angst in de ziekenhuizen. Of komen om in het verkeer of worden gedood of wat dan ook. En wij als Nederlandse volk behoren tot de stam van Zebulon en Friesland tot Issachar. Dat is een voorrecht om bij het uitverkoren volk te horen... omdat we naar het beeld van God geschapen zijn. God is onze Vader, maar we weten het niet. En we willen het niet weten. We willen onze eigen weg doen. En als we die weg blijven doorwandelen en doorploeteren en doormodderen, komen we niet waar we wezen moeten. Maar als wij, net als Jozua en zijn volk, door die wallen van de woestijn naar de andere kant moesten, van de ene wal naar de andere wal. En u leest dat in uw eigen Bijbel, met fantasie, en u stelt het voor, dan zie je hoe groot God is. Mijn getuigenis is er maar één van zeer, zeer vele, gelukkig. En daarom vertrouw ik op God, omdat Hij mijn Vader is. En God wil ons hart hebben. Ik heb gezegd, God wil niet ons geld, wil niet ons goed, hij wil onze werken niet hebben. Hij wil ons hart hebben. Hij wil dat we kunnen zeggen, Abba, Vader. Dat is voor elke vader het mooiste wat er is, als zijn kind een vader noemt. En als ze mama roepen. Lieve mensen, ik bid zo met heel mijn hart, dat elke boodschap die ik breng nu en in de toekomst er zal toe leiden, dat er verandering zal ontstaan onder ons Nederlandse volk. En ik geloof, op grond van het woord van God, dat Hij ons zal redden. Omdat Jezus het voor ons heeft volbracht op het kruis van Golgotha. En dat kunnen we niet te weinig zeggen. Mensen zijn er zo aan gewend geraakt. Mensen hebben zoveel keren dat gehoord. Maar het is nog niet tot hun hart doorgedrongen. Dat er iemand is geweest die voor ons wilde sterven, zodat wij niet eeuwig verloren zullen gaan. Denk daar maar eens over na. En ik bid dat u God van Abraham, Isaac en Jacob u zal helpen bij de juiste keuze. Amen.